Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zondag en het is vandaag mijn allereerste moederdag. Heel erg bijzonder en ik ben vanmorgen ook al heel erg goed verwend op bed. Dus ik ga jullie eventjes laten zien wat ik heb gekregen. Super leuk en heel erg lief. Allereerst deze sleutelhanger met een foto erop van Lux en Noé. En daarnaast heb ik twee hele mooie lijstjes gekregen met de handafdruk van Noé. Dat is deze. En met de andere haar voetafdrukje. Dus ik ben hier echt super blij mee. Echt heel erg cute. En daarnaast gaan we zo meteen naar Van der Valk in Enschede. Daar gaan we lekker brunchen. Super fijn. Samen met Noé en Mike gaan we daar naartoe. En vanmiddag moeten we nog even naar mijn moeder. Gaan we zelf naartoe en daar gaan we Chinees eten. En vanavond gaan we naar Mike's moeder. Want daar moeten we ook nog eventjes naartoe. Allemaal heel erg gezellig. Ook heel veel zin in. Verder moeten we ook nog vandaag of morgen even beginnen met het inpakken van de koffertjes. Want we gaan morgen heerlijk op vakantie. Het is super fijn weer, dus ik denk dat het wel echt een heerlijk weekje gaat worden. Maar we moeten waarschijnlijk wel heel veel inpakken, want het is onze eerste vakantie met Noé. Lux gaat ook mee en we moeten voor onszelf pakken. Dus ik denk dat we de auto wel echt heel erg vol hebben. Maar ook gewoon super leuk. En verder ben ik heel erg blij met mijn outfit. Ik ga hem jullie even in de spiegel laten zien. Nou, en dit is mijn outfit vandaag. Ik heb het blouseje aan die ik heb gekocht bij Shein, geen idee. Heb je in de vorige video kunnen zien, maar ik ben er echt heel erg blij mee. En ik vind het ook super leuk staan op deze broek. Ik moet alleen nog even kijken wat voor schoenen ik aantrek. Maar ik dacht wel een hele leuke, vrolijke outfit voor deze eerste moederdag. Gisteren zijn Lisa en Remco geweest. Dan moet je kijken wat super schattig wat Noé heeft gekregen. Echt blij mee. Heel handig straks een tasje als ze naar de opvang gaat. Gelukkig duurt dat nog even, want ik hou haar het liefst nog even thuis. En dit treintje waar ze straks mee kan spelen, omdat het nu al super mooi op haar kamertje kan staan. Wij hebben echt super lekkere brunch gehad bij Van der Valk. En we hadden alcoholvrije champagne, dus dat was ook wel fijn. Tenminste, ik kreeg een glaasje als je binnenkwam. En ja, verder heb ik maar even een biefstuk carpaccio en dat soort dingen gehad. Lekkere macarons, red velvet cake. Dus ik zit echt mega vol. En toen we weggingen, kregen we nog een hele leuke roos. Dus die ga ik eventjes op een vaasje zetten. En dan gaan we naar mijn ouders toe. Mike is Noé in de kinderwagen aan het leggen. En ja, we gaan daar straks ook lekker Chinees eten. En dan zeg ik zo, we gaan lekker Chinees eten vanavond. Maar ik moet nu nog niet denken aan het eten hoor. Goedemorgen, het is maandagochtend en dat betekent dat we vandaag op vakantie gaan. Super veel zin in. Gisteren hebben we het heel gezellig gehad, eerst bij mijn ouders en later bij Mike's ouders. En ja, vannacht heeft Noé echt super goed geslapen. Vanmorgen werd ze wakker rond een uurtje of 6:30. Toen hebben we haar voeding gedaan en nu slaapt ze nog steeds. Dus dat is echt ideaal, want konden wij lekker douchen en ondertussen de spullen inpakken, want dat hebben we gisteren niet meer gedaan. Trouwens super handig, want ik had in mijn vluchtkoffer van alles zit wat ik niet heb gebruikt. Echt heel veel, ik heb bijna niks gebruikt. Dus ik denk dat er nog wel een video van gaan maken wat ik echt nodig heb gehad en wat totaal niet. Maar daar zat dus alles in van die zipbags, dus ook spulletjes voor het douchen en alles in van die mini verpakkingen. En dat is natuurlijk nu super handig om mee te nemen, dus ja, dat kan ik gewoon nu weer gebruiken. Verder heb ik hier eventjes een tas gevuld met allerlei eten wat we hier nog in huis hebben. Wat wel makkelijk is om mee te nemen. Theedoeken natuurlijk, dus wij gaan ondertussen lekker even verder met inpakken. En dan ga ik zo meteen Noé wakker maken voor de voeding. Ik neem mijn mooie mommy bag weer mee, super handig. Die is lekker ruim. Dan heb ik dus ook een groot pak luiers in gedaan. En billendoekjes, ik kan deze tas mooi voor mij en Noé vullen, want er kan echt mega veel in. Deze had ik ook als vluchtkoffer mee. En deze zakjes heb ik dus nog gevuld, dus dat is echt ideaal. Er zit nog tandpasta in, tandenborstel voor mij en Mike. Douche gel, shampoo. Nou, hier zit alles qua reinigingsproducten en zo in. Dus dat kan zo. Je hap de tas in. Ik heb gewoon nog maar even een zakje gepakt. Want ik dacht dat is wel handig om haar kleine producten ook in te doen. Zoals deze druppeltjes die ze elke ochtend krijgt. Moet nog wel meer producten pakken. Maar ik denk dat is makkelijk. Dan ligt dat niet ook los in de tas. Ik heb trouwens echt geen idee hoeveel outfitjes ik voor Noé mee moet nemen. Dus ik heb gewoon van alles maar iets gepakt. Ik weet niet of het te veel of te weinig is. Anders kunnen we daar altijd nog wassen als het te weinig is.
En is het te veel, dan neem het gewoon lekker weer mee naar huis. Ik heb trouwens gewoon haar kleren toch in haar eigen rugzakje gedaan. Want ik heb hier ook nog hydrofieldoeken. En natuurlijk dat pak Pampersnack ook veel ruimte in beslag. En mijn kleding moet er nog in. Dus ik dacht, nou, dan gewoon haar eigen rugtasje mee. Nou, als het goed is, hebben we alles ingepakt. Ik denk eerder dat ik spullen voor mezelf ben vergeten dan voor Noé. Maar goed, we gaan het zien. En anders, daar hebben ze ook gewoon winkels. Dus dan is het dan ook gewoon te koop. Dus helemaal prima. Maar ik kan me zo iets bedenken wat ik vergeten ben. Maar ik stond ondertussen nu even naar de winkel. Die gaat even broodjes halen. Dan gaan we hier nog eventjes lunchen. Het is nu 12:30. En tegen die tijd, als we de broodjes op hebben, kan ik Noé nog eventjes voeden. En dan gaan we op pad. We kunnen toch pas om 4 uur de bungalow in. Het is 2 uurtjes rijden, dus dat is helemaal prima. Dan kunnen we er wel eerder zijn. Maar qua voeden en dat soort dingen is dat gewoon niet heel erg handig. Dus we denken dat dit de beste planning is. Dus dat gaan we dan ook gewoon lekker doen. En inmiddels heb ik ook wat trek gekregen. Dus gaan we zo nog lekker achter thuis even een broodje eten. Lux is heel erg onrustig. Die ziet natuurlijk alle tassen en alles gaan. Maar jongen, je mag gewoon lekker met ons mee. Hey. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. De kleine meid heeft voeding gehad. Mike heeft Lux uitgelaten. Dus laten we vakantie maar beginnen. Nou, hier gaan we. Mike en Lux voorin. Noé naast mij. En dan hier achter de auto helemaal vol. Wij zijn net aangekomen in de bungalow. Of eigenlijk de tweede bungalow. We hadden natuurlijk een 4-persoons bungalow geboekt. Alleen het was nogal lastig om daar te komen met de kinderwagen bij die bungalow. We moesten namelijk 4 steile trappen naar beneden voordat we er waren. Dus Mike is even bij de receptie geweest en die had gevraagd of er eventueel een andere mogelijkheid was. Waar je wel gewoon makkelijk met een kinderwagen kan komen. En die was er. Alleen nu hebben we een 8-persoons bungalow. Dus die is echt mega groot. Maar goed, ik ga jullie even laten zien hoe de bungalow eruit ziet. Want hij ziet er wel echt heel erg mooi uit. Hey kleine meid, hoe vind jij het dan? Hey. Oh. En dit is ons ontbijt voor vandaag. En dit kleine vriendje zit gezellig naast me, hè? Boef. Het is middag en we zijn eindelijk op pad. Ik heb nog even voeding gedaan, Mike heeft Lux uitgelaten en daarna heb ik me nog even klaargemaakt. En nu zitten we dus in de auto, want we gaan lekker een middagje shoppen. En daar heb ik super veel zin in. Aan het eind van mijn zwangerschap zag ik overal al leuke zomerkleding. En ja, dat kon ik natuurlijk niet passen. Dat is ook niet gekocht. Maar ja, ik zag echt wel heel leuke vrolijke kleurtjes en dat soort dingen. Dus dat wilde ik echt heel graag. En vandaag is het eindelijk zover. We gaan op pad, we gaan lekker winkelen. Tevens wil ik ook nog eventjes naar de Douglas. Want mijn mascara en eyeliner zijn op. Dus die wil ik nog eventjes halen. En die hebben ze in Venlo, dus dat is heel erg fijn. En misschien dat we nog even een hapje daar gaan eten. We moeten gewoon zien hoe het loopt. We hebben wel voor de zekerheid even een gekolfd flesje meegenomen. Want ik weet niet of daar een fijn plekje is om borstvoeding te geven. En aangezien Noé vaak wel lang drinkt, vaak een half uurtje tot een uur, is het misschien gewoon praktisch om, om eventjes een flesje gekolfd melk te geven. En zo niet, nou dan bewaren we hem, want hij is natuurlijk gewoon gekold. Dus dan nemen we hem weer terug en dan kunnen we een paar dagjes die bewaren. En we hebben gewoon zo'n hele handige set. Dus dat is wel heel fijn. Dat zit bij onze koffset. Ik zal die wel een keer laten zien. Want misschien vind je het wel leuk om te zien welke koffset we hebben. Want ik ben wel echt heel erg enthousiast over de set die wij hebben. Het is echt een heel prettige set. Maar goed, we gaan nu lekker op pad. We gaan lekker winkelen. Oh, we hebben zo'n leuk broekje gevonden. Alleen dit is dus maat 62, 0 tot 3 maanden. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij hier met 3 maanden al in zit.
Wij zijn weer terug in de bungalow. We hebben echt een heerlijk dagje gehad in Venlo. Of nou ja, eigenlijk middagje natuurlijk. Net wat gegeten. We hadden niet heel veel honger. Dus we hebben gewoon wat lekkernijen besteld en dat opgegeten. Noé heeft daar het flesje gehad. En ik moet zeggen, het valt een beetje op als ze een flesje heeft. Dat ze daarna nog zuigdrang heeft. Waarschijnlijk omdat ze met het flesje natuurlijk sneller klaar is dan dat ze bij mij drinkt. Dat is Noé. Hey meisje. Hey, hey. Wat is er? Kijk eens. Hey, hey. Luxie. Lux komt ook even kijken bij de zus. Hè? Maar wat ik eigenlijk nog even wilde laten zien is wat ik gekocht had. En dat is mijn mascara. Die hadden ze. Mijn eyeliner hadden ze niet. Ik heb altijd die van de MAC. Maar ik heb nu die van die Colourstar meegenomen. Dus ga ik die proberen. Kijken of die bevalt. Verder eigenlijk geen leuke kleren tegenkomen. Wel heel erg jammer. Maar ik heb wel wat sportkleren gekocht. En dat heb ik bij de Primark gekocht. Gewoon lekker simpel. Oh, ik zit vast in mijn ding. Een zwart shirt voor het sporten. En een zwarte vest. Dus prima. Ik ga dat even opruimen. En eventjes zorgen dat Noé weer stil wordt. Goedemorgen, het is woensdag en vandaag is Noé precies 4 weekjes oud. Ze ligt hier lekker voor mij op tafel. Ondertussen eet ik even een broodje, eiersalade en Castello Blue. En dat vind ik echt super lekker. Dus dat eten we eventjes. We hebben ons net klaargemaakt en we gaan zo weer lekker op pad. Super veel zin in. We gaan eventjes naar Roermond. Even kijken of we naar het outletcentrum gaan of naar de stad. Of geen idee, dat gaan we gewoon zien. Wat ik trouwens nog wilde zeggen, wat ik gisteren eigenlijk al wilde zeggen, dat is dat we bij de Primark waren gisteren. En ik zag echt wel hele schattige broekjes en jurkjes. En dan stond ze van 1 tot 3 maanden. Maar ik verwacht echt niet dat zij binnen 1 tot 3 maanden daarin gaat passen. Het leek echt nog gigantisch groot. Misschien komt het omdat Noé echt heel klein is. Maar mocht je daar meer over weten of dat wel of niet gaat passen. Noé is echt klein. Dus ik denk niet dat ze daar binnen 3 maanden in gaat passen. Er waren echt hele leuke zomerkleertjes. Maar goed, jammer dan. Ik heb het ook niet meegenomen. Ik durfde er niet op te gokken. En misschien als het zomer is en we nog weer naar de Primark gaan. Want die zit natuurlijk ook gewoon in Enschede. Dat we daar eventjes kunnen kijken of het überhaupt gaat passen. Maar ja, ik zag best wel leuke dingen. Normaal vind ik de kinderkleding bij de Primark niet zo leuk. Maar nu, ja, hadden ze echt hele leuke zomerkleding. Dus ja, ik ga nu even maar lekker een broodje op eten. Ondertussen lekker knuffelen met Noé die hier voor me ligt. En dan gaan we lekker op pad. Nee. Hey schatje. Hallo liefie. Hey. Wij zijn weer terug uit Roermond. We hebben gewoon lekker daar in de stad gewinkeld. En we zijn nog op een gegeven moment naar het outletcentrum geweest. Maar ik wist niet dat dat zo groot was. Dus op een gegeven moment zijn we ook lekker teruggegaan. Noé heeft voeding gehad. En nu zijn we dus weer terug in de bungalow. En nu gaan we haar wekelijkse foto maken. Want ze is vandaag precies 4 weekjes oud. Dus we hebben de cijfertjes meegenomen en het aantal weken. En dan gaan we even een foto maken. Hier hebben we ook een wit dekbed. En we hebben thuis dat telkens op bed gedaan. Dus dat gaan we even doen, hè, schat. En zo komen de wekelijkse foto's er dan uit te zien. Kijk nou, super lief Mike met Noé. Hey schatjes, hallo. Hey.
Hey, het is donderdagmiddag. Gisteravond na het eten zijn we teruggegaan naar de bungalow. En daarna heeft Noé de hele avond gehuild. We weten niet wat het was. Honger was het niet. Ze had geen vuile luier. Ik denk dat ze op een gegeven moment wel echt moe was van al het schreeuwen. Maar ze hield ook echt niet op. We hebben lekker met haar geknuffeld. We hebben er neergelegd, maar niks was goed, zeg maar. Vannacht heeft ze wel de hele nacht doorgeslapen. Vanmorgen heb ik haar weer gevoed. En daarna begon het eigenlijk hetzelfde weer. Dus we weten echt niet wat het is. Misschien dat het een sprongetje is. Geen idee. Maar het is zo zielig als ze dan aan één stuk huilt. Overigens heb ik haar nu stil. Want het lijkt alsof ze heel veel zuigbehoefte heeft. Want ze heeft een speentje wat ze normaal eigenlijk niet wil. Ik hou trouwens het speentje vast. Want ze weet zelf nog niet hoe ze hem vast moet houden. Dus dat gaat helemaal prima. Zo maak ik ze eventjes naar de supermarkt hier op het park. Die ze even broodjes halen. Want we hebben inmiddels ook wel honger gekregen. Dus wij gaan zo even lunchen. En na de lunch ga ik Noé even weer voeden. Zul je net zien dat ze dan lekker slaapt. Maar goed, dat is niet anders. En daarna hopen we dat we eindelijk lekker eventjes op pad kunnen. We willen eventjes lekker gaan wandelen met Noé en met Lux. Maar goed, we zien hoe dat gaat lopen. Maar ik belde net ook al op of hij een bowlingbaan moest gaan reserveren voor vanavond. Maar goed, als ze weer de hele avond gaat schreeuwen, heb ik daar niet zoveel zin in. Dus we zien wel hoe het loopt. Mocht er vanavond nog een bowlingbaan vrij zijn en zij lekker rustig zijn, kunnen we dat altijd nog gaan doen. Dus we gaan gewoon lekker niks plannen en zien hoe de dag loopt. Nou, wij zitten aan tafel en Noé is ondertussen nog steeds stil. Inmiddels zijn we een paar uur verder. Ik heb andere kleding aangetrokken. Noé heeft voeding gehad. En voorlopig is ze stil. Ik weet niet voor hoe lang. Maar goed, dat gaan we zien. Lux zit ook achterin. Dus we gaan gezellig met z'n allen op pad. En we gaan even heerlijk wandelen. Wij zijn vanmiddag gezellig met de veerpont naar Kessel geweest en daar zijn we naar kasteel geweest. We hebben alleen in de tuin gewandeld, want we konden met Lux en met de kinderwagen niet het kasteel in. Maar goed, we hebben daar lekker rondgelopen, eventjes op het terras gezeten en toen zijn we weer terug naar de bungalow gegaan. Daar heb ik Noé gevoed en daarna zijn we richting het restaurant hier gelopen, want we wilden lekker uit eten gaan. Alleen Noé begon te huilen en we vonden het niet heel chill om dan uit eten te gaan. Dus we zijn weer terug naar de bungalow gegaan en toen dachten we wachten gewoon de volgende voeding af en dan proberen we het daarna weer. Want daar voeden is gewoon geen optie. Dus niet echt een plek om te gaan voeden. Dus dat hebben we gedaan. We zijn teruggegaan naar de bungalow. Ik heb haar gevoed. En daarna wilden we uit eten gaan. Alleen toen waren de restaurants hier al gesloten. Nu hadden we ook niks meer in de bungalow qua eten. Want we gaan natuurlijk morgen alweer naar huis. En ja, we hadden alles al opgemaakt. Dus we zijn net snel nog even naar de Lidl gegaan. En daar hebben we gewoon even wat lekkers gehaald. Wat chippies, stokbroodje en wat hapjes. Dus dat gaan we nu opeten. Ik ga gewoon lekker mijn pyjama aantrekken. En lekker op de bank genieten. En dit is het eten geworden voor vanavond. Wij zijn weer thuis van onze eerste mini vakantie met Noé. De terugweg is ook gewoon weer helemaal goed gegaan. Voordat we naar huis gingen heb ik haar nog gevoed. En toen zijn we eigenlijk ook gelijk in de auto gestapt. En daar is ze de hele weg geslapen. Toen we thuis kwamen werd ze weer wakker. En toen had ik haar weer gevoed. En nu ligt ze lekker op een beetje te slapen. En dat ga ik trouwens ook even doen. Ondertussen is Mike alles aan het opruimen. Dus dat is heel fijn. Maar ik ben echt mega moe. Dus ik ga lekker even op bed eventjes dutten. Ik heb heerlijk op bed gedut en net pannenkoek gegeten. En nu ga ik het tasje van Noé uitpakken. Dat ziet er gewoon echt super schattig uit, het tasje. Maar hierin hadden we haar kleding mee. En ik wist vooraf niet hoeveel kleding ik mee moest nemen. Dus ik heb gewoon wat meegenomen. Maar goed, we hadden dus te veel kleding mee. Niet dat ik dat erg vond hoor, want ik heb liever te veel mee dan te weinig.
Maar goed, ik wist dus echt niet wat ik kon verwachten qua kleding. Zij spuugt gelukkig niet. Dus daarvoor hoef ik niet continu schone kleding aan te trekken. Ze heeft geen lekluiers of iets gehad. Dus ja, dat scheelt natuurlijk ook al. Goed, dan kun je dus toch beter te veel meenemen dan te weinig. Dus ik ga nu even een tasje uitpakken en alles lekker opruimen. We hebben Noé net in bad gedaan, maar ze kijkt zo lekker wakker, hè meisje. En aangezien Noé vandaag een maandje oud is, moesten we natuurlijk wel weer even een foto maken. Want we maken wekelijks en natuurlijk nu ook maandelijks. Dus dit was de eerste maandelijke foto. Maar ik vind hem echt super schattig. Goedemorgen, het is zaterdag. Gisteren zijn mijn moeder en zusje hier gezellig geweest. Mijn moeder heeft nog even mijn haren geknipt. En mijn zusje heeft allerlei jurkjes even gepast, want die volgende week een bruiloft. En ja, nu is het dus zaterdag. Het is heerlijk weer. Ik heb nog geen idee wat we vandaag gaan doen. Maar in ieder geval moet ik nog even de video editen die morgen online moet komen. Want dat had ik vorige week al willen doen. Alleen daar ben ik gewoon niet aan toegekomen. Ben dat gewoon helemaal vergeten. Dus dat is nu het eerste wat ik eventjes ga doen. Want anders staat die morgen niet online. We hebben gisteravond pannenkoeken gebakken en gegeten. We hebben nog wat over, dus ik neem die nu lekker als lunch. Maar wat echt te aanraden is, die ze wilde Mike heel graag hebben. En ik vind hem trouwens nu ook wel heel erg lekker, is de schenkstroop karamel. Jullie mogen één keer raden wat ik zo ga doen. Misschien niet het meest leuke klusje om te doen, maar dan is straks wel lekker alles weg. Ik heb net beneden ook het bed verschoond, dus we slapen vanavond heerlijk in een frisse bed. Wij komen net terug uit het dorp. We zijn eventjes naar de Kruidvat geweest en even naar de Jumbo met boodschapjes gedaan. Want vanavond komen Mike's ouders hier barbecuen. Dus daar hebben we vlees en dat soort dingen voor gehaald. En ook gelijk voor de aankomende week even weer eten. Want we zijn natuurlijk weg geweest, dus we hadden niet heel veel meer in huis. Dus we hebben echt wel best wat meegenomen. En aangezien Mike vanaf maandag weer moet werken en ik alleen dan ben met Noé, weet ik niet of ik zo snel 1, 2, 3 naar het dorp ga. Dus dan hebben we gewoon in ieder geval wat in huis. En mocht het nodig zijn, kan ik altijd nog gaan. Ja, maar ik weet niet hoe ik me daarbij ga voelen. Dus ik dacht, ik vond het wel fijn om dan wat in huis te hebben. Dus dat hebben we allemaal meegenomen. En dit zijn de boodschappen. Ik heb natuurlijk lekker weer aardbeien voor mijn yoghurt met aardbeien. Yoghurt zit ook wel ergens in, want het ligt daar. Wat beleg. Groenten, fruit, echt van alles wat. En voor alles ook nog voor de barbecue. Dus dit ga ik eventjes snel uitpakken. We hebben allerlei verschillende soorten vlees, maar het vlees wat gemarineerd moest worden heb ik vast even gedaan. Ik heb hier gewoon olie met ketchup en dan speklapjes. En hier heb ik kipfilet stukjes gedaan en daar heb ik deze kruiden op gedaan met een beetje olie. En daar maak ik dan straks stokjes van. We hebben een heerlijk gebarbecued en ik ga nu Noé voeden, maar ik ga bij deze ook de video afsluiten. Morgen open ik weer een nieuwe weekvlog en dat gaat een weekvlog zijn waar ik voor het eerst helemaal alleen met Noé ben. Super spannend en ik hoop dat je dan ook weer kijkt. Tot dan, doei!